1960, Wamiki hier, de eerste keer, met een boot Leopoldville, de passagiersschip. De Congo-schip. Met Congo-schip, die schip die vaart van Antwerpen naar Congo, 1963. Dat was de eerste zwarte aan de hogere zee van school. Hè. Maar ze zijn hier blijven plakken? Ja, ze zijn blijven plakken. Als student? Nee, ja, ik ben gestudeerd. Eerst varen, ik heb mijn vrouw leer kennen tussen tijd, de eerste reis heb ik mijn vrouw gekend. En we zijn getrouwd en dan ben ik een keer, na mijn studie ben ik hier blijven. Als er over gepraat werd, werd dat zo, ja, die eten anders, of die doen anders. De rest kakkers. Ja, maar dat was niet negatief, maar wel exotisch, nee, maar, dat je over bloemen babbelt. Ja, maar dat is juist. Dat zeg ik zo, je kunt wel in die taten zo, een reiskaker of een dat zeggen. Maar dat was een Antwerpse humor, hè. Maar nu, dat zijn de taten veranderd, dan is dat, oh ja, ja, jij bent racist. Je moet dat nou niet zeggen. Ja, dat is een verandering van, hè. Om te kunnen van de taten te leven. Mop, je moet, ja, als een vreemdeling, je moet ja, sterker zijn voor tegen te kunnen, vooral met die mop van Antwerpen. Ja, dat was de charme van Antwerpen ook. Als een vreemdeling, ik had niet veel kansen voor te promoveren. Maar dezelfde gasten hebben samen gestudeerd, die promoveer en je blijft maar altijd daar staan. Omdat, waarom? Omdat geen blanke man wil onder. De zwarte zijn. Dus, die willen niet. Ik zei, oké, ik heb gestopt met varen. Ik ben op General Motors gaan werken. Ik was ook een van de stammen eerste daar te werken. Maar ik zei, maar die vriend die mij aan zit, heeft begonnen, die promoveert ook. Maar ga blijven altijd direct staan, door aan dezelfde rijden. Ik kom met mijn conclusie. Ik zei, oké, altijd zo. Ik zal proberen voor mijn eigen te werken. Proberen om dat cafébos te worden. Toen ik in café begon, ik zat dus zo. Maar ten einde, mijn geest is zo ineens opengebloeid met het café te halen. Wat is? Ze kunnen gaan niet lezen. Ze zeiden, nee, ik moet dat niet lezen. Ik zei, dansen. Ze zeiden, laat me gerust. Wat? Ik kan niet lezen. Ze zeiden, wat is dat? Maar ik verstaan geen Nederlands. Lees maar. Verbondam. Die dansen. Ze zeiden, weet je wat ik wil zeggen? Ik weet daar niks van. Ik wil dansen niet. Goeie, maar bot. Bot. Ik merkte in café, als hier mensen komen, iemand gaat daar zitten. Ja. En vanaf dat er 30 mensen binnen zitten, dan begint dat. Dan begint, want ja. die moet iets tegen de D zeggen en dan begint die tegen de D. Ja. En dan komen mensen, komen dan niet alleen voor hun eigen pintje en voor even iets te drinken met vrienden, maar ook voor nieuwe mensen, andere mensen, om eens iets anders. En dat vind ik, als dat gebeurt in het café, vind ik dat nog altijd het... Dan kan ik zelf ontroerd zijn en heel gelukkig zijn, los van hoeveel dat ik verdiend heb, van dat mensen dat er ontmoeting is. Jean-Jacques, wie zijn de klanten daar? Zwart of blauw? Nee. Ik ben bij mijn toos, ik heb drie kleuren. Ik ben getrouwd met van Antwerpen. Mm-hmm. En mijn zoon is half, dus ik heb een kleur. En dan het idee was dat voor mij iedereen bij in te zetten. Aan mijn kleur, zo'n mayonaise van de mensen maken. Mm-hmm. En dat is gelukt, feitelijk. Maar niet in een keer, langzaam. Mm-hmm. En einde, toen zelf zeker op de oude Kormaar terechtkom. En dat was inderdaad een echte mayonaise café. Hè. Koningsprins nooit nu of vroeger nooit een goede naam gehad. Dus dat is een slechte naam. Omdat hier feitelijk in de jaren 60 een broekventje komt hier niet. Als je thuis gaat zeggen, mama, ik ga uit. Dan zit je niet in de Koningsplein. Dus hier komen de volwassen mannen. Dat is hier gebeurt alles. Tussen de volwassen mensen. Eigenlijk is deze plein een fantastisch plein qua vorm. Ja. Dat is niet zo heel groot. Nee. Het is ingesloten. Er is heel veel passage van mensen die naar het station gaan, die naar de buurt gaan. Hier zijn altijd wel mensen op weg. Dus er is er altijd wel iets te doen. Dat is nooit een dood. Die pleinen in de stad die dood zijn, omdat geen mensen komen. Maar hier komen altijd mensen. Dus als dat plein aangenaam is, blijven mensen hier ook wat hangen. Is dat ook een ontmoetingsplaats?
plein heeft dat. Dus de bibliotheek, ze hebben alles veranderd, ook een nieuw gebouw. Dus het feit dat je nu, als je dat ziet rond, en Koningsplein is proper geworden. En door de propriëteiten, dus ook zijn aantrekking graag. Dus Antwerpen, staat Antwerpen veel geld gespompen voor dat te verbeteren. Dus om te verbeteren, laat ons open, dat gaat zo voort. En dan komen er ook meer plezante café hier. Hier allemaal, hier allemaal, hier staat heeft veranderd. Ik woon hier sinds 60, Patrick. Die straat was altijd oer. En elke week brandde een matras hier. De matras was oververhit, ik denk dat ik weet het niet. Patrick is hier praktisch rustig geworden sinds dat allemaal die oerken zijn week. Jean-Jacques, ik denk als je hier een uurtje hier gewoon op de hoek staat. Ja? Dat je meer landen ziet passeren dan die meedoen om de Olympische Spelen. Dat is bekend dat hier in die kant hier, onder meer dan 180 verschillende nationaliteiten hier wonen. Ja. Ja, dus dat is een mengelmoes hier, ongelooflijk. De Marokkanen gaan halen daar voor hier te komen werken. Maar in mijn geval, ik ben blijven plakken. Ik ben een zeeman geweest, ja. Ik ben blijven plakken, dat ik was hier getrouwd. Ja, dus, ja, van immigratie ook. Ik zit ook hier blijven plakken. Dag lieve dame. Hoe gaat het met jou? Ja, lekker. Ja. Soms vergeet ik dat ik een kleur heb. Omdat ik wil niet mijn kop hebben. En dan mijn vrouw heeft mij veel geholpen voor hier te kunnen blijven. Voilà. Als ik wil dat de mensen je appreciëren, wat leef hier, je moet dat zo doen. Mengelen, dat is ook een goede soort van integratie.